Boy, DJ, fotograaf, is dat wel eens model geweest. Ja. Dus hoe is dat allemaal begonnen bij je? Ja, bij mij begint altijd al zoiets mee. Zo'n beetje started from the bottom, zo zeg maar. Ik was altijd met muziek en uitgaan bezig. Ben ik zo in Café Ranvers beginnen werken. Als ik 17 was of zo. Ja. En dan, dat was voor mij zo, maakt niet uit wat, ik wil er gewoon iets mee te maken hebben. Dan ben ik zo glazen beginnen ruimen. Ja. Ik zo, ja, ik ben maar glazenruimer, hè. Dan ik werk in Café Ranvers, kom ik dan zeggen. Gewoon om bij de muziek. Zo, ja. I'm there. Hè. En ja, dat begon met glazenruimen. Ik zo, ja, glazenruimen, dat is het niet, ik moet verder. En dan een beetje helpen aan de bar, ja, oké, dat is toch meer. En dan, ja, tot echt zo alle jobjes daar gedaan, zelfs aan de wc's nog gezeten. Ja. Gewoon om daar te blijven werken. En dan, op de avond zegt de DJ Prince, zo'n heel bekende in Café Ranvers, allee, ja, jij draait toch ook, mooi spelen. Dan kwam ik daar in Café Ranvers, mocht ik daar plaatjes op leggen. Super zenuwachtig als 18-jarige, zo bieberen, plaatjes laten skippen en zo, de avond verduren. Maar het was nog goed gekomen en dat was heel content. En zo ging het dan van, zo is dat eigenlijk bij mij altijd gegaan, zo van punt naar punt. Zo in een flow eigenlijk. Ja, op zo nooit zo straight to the top natuurlijk, ja. Maar zo rustig aan, zo mijn eigen tempo. Hoe lang zit je nu eigenlijk al bezig met de outboard? Deze is mijn vijfde jaar. En dat is nu ook zo, dat ik het jaar dat ik zo voel van oké, nu moet voor mij echt zo next level gaan. Ik wil mijn shows uitbreiden, met zo andere elementen te brengen. Elk jaar zit ik wel zo'n bepaalde doel. Zit ik mij van dat doel wil ik absoluut bereiken of daar wil ik geraken. Maar dat is altijd zo, dat is moeilijk natuurlijk. Maar heb je doel dan al geld voor dit jaar, denk je? Ik denk dat ik zo, ik weet dat er zo'n paar bookings zijn bevestigd waar we nog niet meer over praten, maar... Secrets! En daarvan, als ik daar gewoon naar kijk, dan denk ik van, oh my god, yes. Dat is er weer bij. En elk jaar heb ik wel zoiets van, amai ja. Dus dat vind ik wel leuk, weet je, bij mij het moet niet zo... In één keer, maar gewoon zo stapgewijs. En dan voel ik ook voor mijn eigen van, dat is de manier dat het moet gaan.